Bij de moskee in de wijk Selwert is vannacht geprobeerd brand te stichten. Ook is de gevel van het pand beklad met de tekst: maak ons niet kwaad. We kregen vanochtend een melding dat de moskee in Selwert zou zijn beklad. Nou, we zijn gaan kijken. Er was inderdaad een leus op het pand geklad. En er was ook geprobeerd om brand te stichten. Want wat was de leus? Maak ons niet kwaad was op de muur geklad. En bij een raamkozijn was geprobeerd om het pand ook in brand te steken. En dat is gelukkig niet gelukt. De aangebrachte tekst is inmiddels verwijderd. De brand heeft verder weinig schade kunnen veroorzaken. Het kozijn van het gebouw heeft korte tijd in brand gestaan. Het kreeg geen vat op het gebouw, waardoor inzet van de brandweer niet nodig was. Is het misschien een racistische inslag? Dat zou kunnen zijn, maar dat is nog te vroeg om daar conclusies over te trekken. Wij zijn met een onderzoek gestart. Uiteraard zijn we sporenonderzoek gaan doen. Er is een buurtonderzoek opgestart. We gaan met mensen van de moskee praten. Nou, zo proberen we meer duidelijkheid te krijgen. En hopelijk geeft dat ook meer inzicht in waarom iemand dit heeft gedaan. Want hebben er al eerder dit soort incidenten bij de moskee plaatsgevonden? In maart van dit jaar is de moskee besmeurd met bloed. Nou, ook die zaak hebben we toen grondig aangepakt, maar die is helaas nog niet opgelost. Het is niet de eerste keer dat de moskee doelwit is van vandalisme. In maart werd het gebedsgebouw nog met varkensbloed besmeurd. Ook werden toen dierlijke ingewanden en de kop van een wild zwijn aangetroffen. Over de daders is nog weinig bekend. De politie stelt een onderzoek in.